De ruzie die vorige week dinsdag uitbrak op de Steegoversloot had alles te maken met een omgangsregeling van een 13-jarig meisje. Die dag behandelde de rechtbank de zaak. Voorafgaande aan de zitting hadden de vader van het meisje en de vriend van haar moeder elkaar al geduwd en geslagen. Daarna liep het helemaal uit de hand. De vader zou samen met zijn neef de andere gezinsleden met 2 auto's hebben klemgereden op de Noorderdijk. Daar zou hij ook een wapen hebben getrokken. De moeder en het meisje vluchten vervolgens terug de rechtbank in. De vader en zijn neef zitten nog steeds vast. De rechter doet over een paar weken uitspraak in de zaak om de omgangsregeling.